Jongens, ik hoop dat jullie de sketch leuk vonden. Ik hoop zelfs dat jullie er een beetje van hebben kunnen leren. Tenminste, de jongens onder ons. In ieder geval, vandaag, nu gaan we over. Dat gaan we vandaag ook doen. Maar van nu gaan we over naar een heel leuk onderdeel. Dat is namelijk de top 5. De top 5 meest bekeken video's in het afgelopen jaar van Ultimate Fusion 90. En natuurlijk beginnen we bij het cijfer 5. En op de 5e plaats staat een aflevering genaamd Saints Row 2, aflevering 57, Tattoos. In die aflevering gingen Patricia en ik op weg naar een tattoo shop. We hebben ook wel meerdere dingen gedaan, maar het gaat erom. We gingen naar een tattoo shop om nieuwe tattoos te kiezen. Maar dat ging niet altijd even soepel. Kijk maar. Please, laat mij gewoon mijn tattoos checken. Wat is je, waarom moest dat? Jij vroeg of ik wel. Nou, dat was het. Ik ben er. Ja, maar zo kan ik toch geen tattoos checken? Dat is heel mooi. Dan ga ik even wegrijden. Dus ja, dan moet jij ook even van die winkel weg. Anders kan ik geen tattoos meer nemen. Ben ik al. Jij wilt tattoos nemen? Nee, ik ben al weg. Nee, want je bent nog niet 5 straten verderop. Omdat ik niet flitje aan vind. Ja, ik ook. En door wie komt het? Omdat jij een winkel berooft. Maar jongens, dat was nummer 5. Dus dan gaan we nu over naar nummer 4. En jongens, op nummer 4 staat de aflevering van GTA 3, aflevering 27, Spelen met de politie. En in die aflevering, jongens, heb ik geprobeerd om een FBI-car te gaan bezitten. Maar daarvoor moet je wel 5 sterren hebben. En dat kan dus soms wel aan de lastige kant zitten. Zo juist ook in deze video. Geloof je me niet? Kijk dan. Oké. En dan klik ik verkeerd. Maar we gaan mooi verder. We gaan mooi verder. En jongens, dat was nummer 4. Dat betekent dat we overgaan naar nummer 3. En op nummer 3 staat de afleiding van GTA San Andreas. Namelijk aflevering 98, genaamd Inbreken. Maar in die aflevering, jongens, heb ik een inbrekersmissie of zijn missie gedaan. En ik heb jullie daarbij een trucje geleerd. Geloof me niet, kijk dan. Waarom kunnen we dit huis niet in? Net konden we dit huis nog wel in. Ach, nou ja. Oh. Oh, ze hebben me gezien. Nou, dat huis kunnen we gewoon niet meer in. Ik weet niet waarom. Kunnen we dit huis in? Oh hier, het is weer gereset. Nou, geweldig. Zo blijven we bezig. En ik wil sowieso meer dan 1-2 per minuut. Anders halen we het niet. En hebben we gewoon vandaag laten zien wat we morgen eigenlijk moeten doen. Oké, snel pakken. Zit jij? Want ze komen eraan, de cops. En als je dan niet binnen zoveel secondes buiten bent, dan komen de cops je halen. Dus met een beetje geluk is trouwens ook dit huis nu leeg, maar nee hoor. Ze schieten gewoon op me. En dat houdt niet in dat het leeg is. Oké, de cops. Maar jongens, dat was nummer 3. Dus gaan we nu over naar nummer... En jongens, op nummer 2 staat de aflevering van GTA The Ballad of Gay Tony, genaamd
De stripclub. En nou jongens, dat was aflevering 34. En daarmee, in die aflevering gingen wij met Louis en zijn twee matties, gingen wij naar de stripclub. Omdat toevallig de stripclub in de buurt was. En daar hebben wij een paar lapdances gekregen. Ben je geïnteresseerd? Of geloof je me niet? Kijk dan. Dan kunnen we een beetje rondlopen. Een beetje rondlopen hier in de stripclub. Nou, wat leuk. Wat ik al niet doe. Om even Armando en Henrik tevreden te stellen. Hi, sweetie. Do you wanna come with me? Nou, dat is een moeilijke vraag. Weet je wat? Ja, oké. Okay. Sure. Als het maar niet te veel geld kost. Als het te veel geld kost, dan doe ik het niet. Nou jongens, enjoy yourself. Ik ben er over 1 minuut weer terug, jongens. En dan gaan we hier vandaan. Want ik vind het niet echt geweldig. Ik vond de Maisonette 9 vind ik veel leuker. Om rond te hangen. Nou. Oké. Okay. Nou, leuk. Trouwens wel een mooie vaas daar. Maar jongens, dat was nummer 2. Dus dan gaan we nu naar nummer... En op nummer 1 staat de aflevering van Minecraft Minigames Verstoppertje spelen. In die aflevering hebben Patricia en ik Verstoppertje gespeeld. Eigenlijk hebben we Blokhunt gedaan. En ja, was ik er heel goed in. Want ik vermomde me namelijk als een meloen. En ik ging tussen al mijn andere vriendjes staan. Geloof je het niet? Check. Vond ik op een baal hooi staan. Ik zag iemand achter een meloen aan. En wat ben jij? Een dier. Oh, leuk. Volgens mij kan dat. Tenminste, ik weet het. Ik zie net vuurwerk naar boven gaan. Voor je neus of niet? Nee. Helemaal aan de andere kant van de map. Zeven hiders nog, hè? En ze hebben nog 2 minuten 20. In de laatste paar. In de laatste minuut ga ik echt lopen. Hé, ik zie allemaal kippen. En ik zie vuurwerk vlak voor mijn neus. Zij je vuurwerk? Ja, dat was... Maar jongens, dat was de top 5. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval, nu schakelen we over naar...